Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik doe het nu even in mijn eentje, omdat toen kwam dat we de intro waren vergeten te maken. Dus ik ga het nu even maken. We gaan vandaag de blinde opzaal challenge doen. We hebben hem al een keer gedaan met Moritz en nu gaan we het met Cacherella doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer even en dan zie ik je bij de video. Oké, Cacherella staat alvast klaar voor de opzaal challenge. En staat even in een stalletje, want... Moritz die staat op de poetsplaats, dus hallo. Moritz, Cacherella kan nu even niet op de poetsplaats. Dus we gaan nu beginnen met de eerste en dat is borstelen. Dus ik ga even mijn blinddoek opdoen en dan pakken we even mijn poetspullen en dan kunnen we beginnen. Oké, Nathan heeft nu de blinddoek op en ik ga dus allemaal poetspulletjes verspreiden. En Nadia gaat dan uitkiezen welke borstel ze wil voor Cacherella. Ik kies, Cacherella is druk. Ik kies deze. Ik doe eventjes haar wel eventjes lief en ik kies ook even een roze borstel. Dus dat is ook wel heel lief. Ik heb 1, 2 en 3, 4 borstels klaargelegd en Nadia gaat kiezen welke borstel ze wil. Ja, ik moet dus 1, 2, 3, 4 zeggen? Ja. En ik wil 1. Oké. Mag ik? Oh nee, ik mag natuurlijk niet kijken welke deze kleur. Deze? Oké. En dan mag je er nog één kiezen. 4. Als ja, daar staat wel veel. Je hebt heel erg veel geluk. Wat is het? De rosborstel. Oh, yes. Oké. Laatste? Ja, oké. Nog één borstel. Welke wil je? Ik denk 2. Ja, yes. Weer heel veel geluk. Wat is het? Het is de manenkam. Yes, de manenkam. Oh, daar ben ik heel blij mee. Oké, ik ga er nu poetsen met deze 3 dingen. En waar ze staan. Want ik sta er wel tegen mij. Hier is de taal weer, ik zal hem even helpen. Zo. Nu gaat ze dus blind poetsen en hier is je kastje. Waar is de kast? Kastje. Hier. Oh, hier ben je. Oké, we gaan beginnen met een opvoeding. Nou, ik heb nu de dekjes voor Nadia klaargelegd en nu mag Nadia kiezen 1, 2 of 3. Oké, ik wil 2. Oké, daar heb jij geluk, want daar rij je eigenlijk heel vaak mee. Oké, maar ik wil hem niet zien. Ik wil hem eerst pakken. Ja. Oké. Oh, ik denk dat we weten wat het is. Ja, ik weet wat het is. Heel mooi schaal of je nou. Ik heb hem nu wel verkeerd om beter. Van Ak. Oh, hier heb ik hem. De kas was je. Nou, ja, maar is de. Oh, kas, hoe moet dit nou? Is het eerste gaatje toch? Ja. Oké, deze tweede gaatje. Oké, we zijn nu aangekomen bij de peenskappen en ik doe alsof deze bij elkaar horen. Ja, die horen ook bij elkaar, dus dan doe ik die bij elkaar. Dan hou ik het zo. En dan leg ik hem even hier neer. Zo. Nou, Naatje mag kiezen. 1, 2 of 3. Ik kan het niet doen. Ik heb net een dekje en net... Zij heeft altijd geluk, echt waar. Ik had echt een Pipo de clown en zij gaat gewoon als matchend. Wat is het dan? Ja, de zwarte peentjekapper. Echt? Ja. Waar is die andere? Want dit is er maar één toch? Ja, dit is er maar één. Wil die andere verpakken? Ja.
Nou, ik heb 5 zweepjes en ik ga ze nou in een volgorde leggen. Oké, Naad, ik heb ze neergelegd. Oké, hoeveel zijn het er? 1, 2, 3, ja, 5. Oké, dus dan ik wil 3. Yes! Ik wist dat je dat ging zeggen, dus je hebt een zweep die er totaal niet bij past. Ik wil eerst voelen. Waarschijnlijk is het een roze, maar ik wil eerst voelen. Misschien ga ik voelen wat het is. Dus we hebben allemaal verschillende. Nee, dit is die van jou! Ja! Nee! Dit is die hele lange roze, die van jou! Nee! Ja. Ja. Oké, dan gaan we nu even bij allebei de ponies een bit in doen. Bij Moos nog even het zadel erop. Ja. En dan filmen we zo meteen het eindresultaat van allebei de ponies, ja? Ja. Oké, nou, ik heb alvast mijn spullen aangedaan. En ik ga nu even het eindresultaat filmen van Cacherelle en Moritz, hoe ze er eigenlijk uitzien. Kijk, ik heb haar hoofdstel alvast aangedaan. En Kas, blijf alsjeblieft even staan. Dat zou ik heel fijn vinden. Heel goed. Oké. Nou. Ik heb zeg maar zo het dekje en het zadel. Oh. En de peeskappen. En ik heb natuurlijk ook het roze zweepje dat daar ligt. Wacht even. Nee, Kas. Kas denkt ik smeer hem gelijk. Nee, even wachten. Maar goed, zo ziet Cacherelle er dus uiteindelijk uit. En Moritz, die ziet er zo uit. Moritz heeft een rood dekje, het rode peeskappen, zijn hoofdstel. Dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet een duimpje omhoog te geven. En even te abonneren, want we hebben bijna de 70 abonnees. Het zou echt heel leuk zijn als we die vandaag nog halen. En dan zie ik je bij de volgende video. Doei!